korpschef Ruben Kensen zegt te moeten optreden tegen manschappen die over de schreef gaan. In een gesprek met de nieuwsdienst vertelt de politiebaas dat er wat zaken zijn die momenteel onderzocht worden door de betreffende diensten en afdelingen binnen het korps. Bepaalde zaken heb je geen ontkomende aan als korps. Ik ga moeten corrigeren. Ik corrigeer daar waar die zaken zich hebben aangediend. Zaken bereiken de pers, snapt u? En de gemeenschap, kijk, ik moet corrigeren en ik heb mijn ITZ. Interne terugzaken, ik heb mijn OPZ. En zaken die rijp zijn voor OPZ, ga naar OPZ. Daarna volgt er een terugstraf indien nodig. Ik kan niet zeggen dat ik met van die werk. Ik werk zonder aanzien des persoon. De functionaris geeft aan dat het corrigeren binnen de organisatie moet. Binnenkort zwaait Kensen af uit de organisatie vanwege leeftijd. Waar ik met mezelf... Luister nou. Ga straks bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd. En dan ga ik niet zeggen dat ik mezelf daar in de top meer zie. Nee toch, dan moet ik opzij staan voor iemand die in de lijn zit. Als mij gevraagd wordt om te adviseren, dan moet ik het doen toch. Dan moet ik het doen toch. Ik ben politieman. En kijk, een politieman zijn houdt op wanneer je in je graf ligt. Wanneer je in je graf ligt, houdt dat op. Dan ben je geen politieman meer. De politietopman gaf bij de bevordering van hoge officieren eerder deze week aan dat de collega's zich integer moeten opstellen en het voorbeeld moeten zijn voor de jongelingen. Politiemensen moeten zich niet schuldig maken aan zaken zoals corruptie en verduistering, omdat het totaal ongepast gedrag is.